Bij Economische Zaken praat ik met Noé van Hulst. En hij is de waterstofgezant, de hydrogeen-envoy. Of de waterstofgezant voor Nederland in het buitenland. En ik ga praten met de ontwikkelingen die zijn op het gebied van waterstof. Waar zijn de grote ontwikkelingen? In welke gebieden vinden die plaats? Waar gaan we het voor gebruiken? Op welke termijn gaat dat gebeuren? En wat zijn zijn ervaringen over de snelheid van de energietransitie? Maar eerst gaan we even kennis maken met uzelf. We hebben elkaar leren kennen omdat u heeft gewerkt met Koos Andriessen. En daar ben ik een enorme fan van. Wat heb je samen met hem gedaan ooit hier bij Economische Zaken? Nou, dat is natuurlijk de hele tijd terug, hè? Praten we over 30 jaar geleden. Maar het belangrijkste wat we gedaan hebben is eigenlijk de creatie van in de tijd de WBSO. Met een moeilijk woord, maar dat is dan de regeling die in de tijd in het leven is geroepen om speur- en ontwikkelingswerk van bedrijven te stimuleren. En die bestaat dus steeds. Heb ik ook nog gewoon gebruik gemaakt van allemaal nieuwe dingen. Nou, daarna was u een tijdje lang energie, DG van energie. En bij het International Energy Agency in Parijs. Hoe goed is dat instituut eigenlijk? Heel erg goed. Ja, gezaghebbend in de wereld. Hartstikke gezaghebbend. Het is de OESO, ik bedoel wat dat betreft 50% van de energie. Maar ook hun voorspellingen en hun scenario's en zo, daar bent u zelf mee bezig geweest. Zijn die betrouwbaar? Kun je daarop varen? Nou, op varen is natuurlijk een groot woord, maar ik denk wel dat ze het debat informeren. En je ziet ook dat eigenlijk de grote bedrijven, inclusief Shell en BP en anderen, die gebruiken eigenlijk ook die data en die analyses om hun eigen werk te informeren. En alle overheden die gebruiken dat ook als basispunten, zeg maar. Heb je dan ook gewerkt aan de scenario's en alle informatie voorzien. Dus ja. De International Agency, Energy Agency in Parijs is wat dat betreft een heel belangrijke plek. En nu waterstofgazant. Wat is dat voor een rol in Nederland? Ja, de rol is vooral gericht om internationale samenwerking op het gebied van waterstof te stimuleren. Het idee daarachter is van het is veel beter, omdat waterstof eigenlijk op dit moment een enorm internationaal momentum heeft. Heel veel landen zijn ermee bezig. En als iedereen alleen maar zijn eigen ding gaat doen, dan gaat het toch trager dan als we proberen om ook een aantal dingen samen te doen. Ja, dus het is gigantisch samen. We gaan gewoon een hele nieuwe internationale economie opbouwen op dat gebied. En toen je die rol kreeg, was jij niet noodzakelijkerwijs een waterstoffan of zo? Dat is niet de reden waarom je erin gestapt bent? Nee, ik was eigenlijk vrij neutraal. Tuurlijk, ik had wel ervan gehoord en ook wel van dat er interessante ontwikkelingen waren. Maar ik wist veel minder dan nu niet dat er eigenlijk zoveel aan het gebeuren is. En je kan wel zeggen dat ik nu toch wel overtuigd ben dat waterstof echt een enorm potentieel heeft. Ja. Nou, laten we dan even over de basics praten. Waterstof is geen energiebron, het is alleen maar een drager die je tijdelijk kunt gebruiken om zomer en winter te overdragen of grote gebieden te overdragen. Dus laten we even kijken, eerst even internationaal. Waar vinden de grootste ontwikkelingen plaats op het gebied van waterstof? Waar zitten de grootste landen die dat meest op inzetten? Nou, op dit moment is dat echt Azië. Dus mijn ogen zijn eigenlijk open gegaan toen ik in Japan was. In oktober bij de eerste Hydrogen Energy Ministerial Meeting. Mm-hmm. Japan had bij elkaar geroepen. Heel veel landen, maar ook heel veel bedrijven. Het is heel duidelijk dat Japan heeft een langetermijnstrategie om eigenlijk waterstof een onderdeel te maken van hun energiemix. Belangrijk onderdeel van hun energiemix. Mm-hmm. Zij importeren heel veel nu al van hun energie. En eigenlijk zeggen ze tegen de wereld, wij gaan ook de komende decennia steeds meer waterstof importeren. Ja. Zij zitten natuurlijk met atoomenergie wat ze aan het afbouwen zijn. Ze hebben helemaal geen energiebron. En je vertelde over Australië. Wat vindt daar, want in Australië, dat is natuurlijk een gigantisch land met enorm veel grondstoffen. Wat gebeurt daar op het gebied met waterstof en hoe werken ze samen met Japan? Ja, nou, dus Japan is inderdaad eigenlijk zijn eigen waardeketen aan het organiseren. En dat doen ze dus onder andere met Australië. Australië ziet Japan echt als een enorme exportmarkt. Dus wat zij willen in Australië op dit moment is eigenlijk een deel van hun bruinkoolvoorraden. Ja, enorm goor spul. Kunnen ze aan de straatstenen niet kwijt. Maar als je zeg maar CCS doet, als je dus zeg maar die CO2 afvangt en het er in feite wat ze dan noemen blauwe waterstof van maakt, dan wordt het ineens wel weer een CO2-vrij product, wat Japan best wel graag wil importeren.
Dus het gaat erom, hoe ga je waterstof maken? Dat kun je van zon en wind op een groene manier doen. Of je kunt het dan inderdaad bruinkool, de CO2 in de grond stoppen, blauwe waterstof. En dat wordt dan geliquidized en in grote schepen gestopt en wordt geshipped naar Japan en Korea. Ja, op dit moment precies. Op dit moment zijn ze dus bezig inderdaad om het eerste schip, een soort pilotschip, kleinschip, te ontwikkelen die dat kan gaan doen. En ja, dat zullen we dus moeten afwachten van hoe snel dat op commerciële schaal gaat gebeuren. En inderdaad kijken ze niet alleen naar bruinkool dan, maar ook naar, ze hebben enorm potentieel aan zonne-energie in Australië. En ze kijken dus ook wel degelijk naar dat potentieel, of ze daar, behalve dat ze het zelf willen gebruiken natuurlijk, maar dat ze zelfs zoveel kunnen produceren, dat ze dat ook naar Japan, Korea en mogelijkerwijs andere landen kunnen gaan exporteren. Die Ad van Wijk die altijd zegt van joh, woestijnen met zonne-energie, zeg maar waterstof maken en dat shippen over de hele wereld. Dat is internationaal, is dat nog niet zo'n gek scenario? Dat wordt echt serieus bekeken dat dat een grote internationale markt gaat worden? Er zijn steeds meer landen mee bezig en eerlijk gezegd, inderdaad, heb ik steeds meer, krijg ik het gevoel van dit zou zich heel, heel goed kunnen gaan ontwikkelen. Gaat natuurlijk vele decennia duren. Hoe snel weet niemand, hoe groot weet ook nog niemand. Hangt allemaal ook van de technologie af. Hoe goedkoop kan het straks? Welke landen dienen zich aan? Maar je kunt ook heel, heel veel dichterbij denken aan landen. Nee, dat wil even, ik wil nog even niet dichtbij komen. Komen we zo meteen. We gaan nog even naar China. Ja. Je vertelde van waterstof kan gewoon gebruikt worden. Niet voor kleine autootjes, zeg maar. Dus niet voor de 50.000 kilometer autootjes die in Nederland rondrijden. Maar vooral trucks en lange afstanden, taxis en zwaar vervoer. En China, die heel erg heeft ingezet op elektrische bussen, is nu bezig om de subsidiestromen om te draaien. Wat doen ze nu? Ja, wat ik begrepen heb, de laatste informatie, is dat ze dus eigenlijk nu zwaar inzetten op waterstof voor trucks en voor bussen. En dat ze eigenlijk de subsidiestromen helemaal het komende jaar gaan omzetten van elektrische batterijen naar waterstof, om dat dus een enorme boost te gaan geven. Ja. En dat is dus geen kleine ontwikkeling, want er zijn dus meer batterijen ontwikkeld vorig jaar in bussen gestopt. 150.000 per jaar, er nu honderdduizenden bussen. Dus er worden meer batterijen in bussen gebruikt dan alle elektrische auto's bij elkaar. Dus als dat op een gegeven moment gaat verdwijnen, die subsidie. En misschien gaat het dan nog wel door van bussen met kleine afstanden, maar zonder subsidie. En dat gaat dus nu keihard naar waterstof. Ja, blijkbaar wel. Vanuit de centrale overheid dan. Kijk, dan moet je altijd weer afwachten wat de regionale overheden doen en de steden. Dat kan er ook met enige vertraging weer op reageren. En die hebben misschien ook hun eigen belangen. Maar het grote beeld, dat is iets wat je in de gaten moet houden inderdaad, dat China nu heel zwaar op vrachtwagens en bussen inzet voor waterstof. Je zegt ook internationaal, ziet iedereen voor gebruik in de mobiliteit. Kleine afstanden, batterijen, grote afstanden en zwaar vervoer en schepen en dat soort dingen. Daarvoor gebruiken we waterstof. Ja, dat zie je duidelijk op dit moment een trend die zich aan het ontwikkelen is. En dus je krijgt een soort natuurlijke taakverdeling, zou je kunnen zeggen, tussen elektrisch batterijen en elektrisch op brandstofcellen via waterstof. Het gaat weer even over de productie hier in Europa, zeg maar. We hebben hier eigenlijk weinig groene stroom. We hebben altijd gewoon een gebrek aan groene stroom. In Nederland doet nog heel weinig, gaat van 4% naar 14%. Wanneer hebben wij hier voldoende groene stroom dat we gewoon zeggen, hey, we hebben er te veel. Zoals in Duitsland een tijdje geleden wel een probleem was dat ze te veel groene stroom hadden. En dat de prijs naar nul ging. Maar hoe lang duurt dat nog voordat Nederland in ons gebieden er genoeg groene stroom is dat het de moeite waard is naar waterstof om te zetten? Ja, goede vraag. Weet natuurlijk niemand helemaal precies. Maar ik denk dat als je kijkt naar op dit moment de huidige trends die er zijn, denk dat je voorbij 2030 dat je duidelijk een enorme toename gaat krijgen, met name van wind offshore. Dus dan ga je toch kijken naar van ja, kun je niet via bijvoorbeeld deels bestaande gasleidingen dit in de vorm van moleculen, groene moleculen aan land gaan brengen en gebruiken bijvoorbeeld voor de decarbonisering van de industrie. Ja, maar dat is inderdaad, daar gebruiken we een hele bak voor. Energie-efficiëntie is niet zeg maar de waterstofwereld. Hè? Van als je elektriciteit omzet in waterstof, ben je een bak kwijt. Als je het daarna weer terugstopt naar elektriciteit, ben je ook weer een bak kwijt. Je bent flinke hoeveelheden kwijt. Het is niet een wereld van efficiëntie, het is een wereld van storage. Ja. Klopt, ik bedoel, er zijn natuurlijk duidelijk die efficiency issues, die zijn er natuurlijk. Aan de andere kant, ja, op een gegeven moment ga je zoveel
potentieel krijgen aan relatief goedkope wind offshore bijvoorbeeld, dat je het ook niet meer kwijt kan. En dan krijgt het natuurlijk wel een waarde als je dat inderdaad kan opslaan in groene moleculen. En je moet het ook zo zien dat als je die groene moleculen ook op een gegeven moment straks meteen kunt gebruiken. Hè, bijvoorbeeld in temperatuur, hoge hitte in de industrie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Dan heb je dus zeg maar de tweede stap efficiëntieverliezen die heb je niet meer. En dat kan dus enorm helpen. Omdat ook de industrie heeft niet zoveel andere mogelijkheden op een gegeven moment om echt diepgaand te decarboniseren. En daar is waterstof dus uiteraard heel erg geschikt voor. Dus met name voor die industrie. En dus wat we al eerder zeiden, voor het zware transport en voor de seizoensopslag. Wat ook heel moeilijk anders te organiseren is. Hè. Dat je in de winter bijvoorbeeld toch mogelijkerwijs energie nodig hebt die je niet meer zomaar krijgt uit zon en wind. Wat dan gewoon minder beschikbaar is. Het percentage in de grid omhoog gaat naar 30-40% komen met de problemen. Hey, nog even een tussenstapje. Jij bent je hebt de eerste aanbestedingen geschreven voor een windpark. En toen was het nog hartstikke duur. Het was echt gewoon gigantische subsidie moest je geven om zo'n park te doen. Hoe snel vind je dat zich ontwikkeld heeft, die prijzen en die dalingen van de subsidie? Ja, praat ik over offshore trouwens. Hè. Dus onshore. Alleen maar offshore. Ja, precies, dus het eerste offshore park, dat heb ik nog in de benen mogen helpen als DG Energie. Nou ja, dan praten we dus over, wanneer was dat proces? Dan praten we denk ik over rond begin de jaren 2000. Ja. Weet je nog hoeveel toen een megawatt kostte? Was dat dan? Ik zou het niet meer weten, maar het was in ieder geval zo duur. Het was zo duur dat vele mensen toen zeiden van, daar moet je nooit aan beginnen. Dat is allemaal weggegooid geld. En daar heb ik toch weer van geleerd inderdaad dat toch altijd verdraaid moeilijk in te schatten is van tevoren. En dat je dus natuurlijk veel sneller is gegaan met die wind offshore dan iedereen toen voor mogelijk heeft gehouden. Je kunt wel zeggen dat Nederland daar echt gewoon een bijdrage in heeft geleverd. Hè? Echt goedkope aanbestedingen waar mensen gewoon goede prijzen hebben neergelegd die in de buurt komen van de gewone energie. Hoewel je dan nog wel een leidingje moet leggen en zo. Maar daar is Nederland wel innovatief in geweest. Ja, nee, absoluut. Dat is denk ik een voorbeeld geweest voor heel veel andere landen. En met name het hele systeem van wat ze dan zogenaamd noemen de-risken voor ondernemers, dat het helder is. Met wat voor propositie je op een gegeven moment ook aan de bak hangt. En ik denk dat het ook een voorbeeld is voor de waterstof, eerlijk gezegd. Er wordt ook veel genoemd. Kijk daarnaar. Je zou zoiets ook voor waterstof moeten organiseren. Zowel voor de groene als de blauwe waterstof. Om dus sneller die kosten naar beneden te krijgen. En dat is wat we gaan proberen. Als we kijken over, we willen allemaal CO2 besparen. De prijzen, het gaat altijd over de kosten per bespaarde CO2 gebeuren. Het Europese systeem, wat is daar de CO2-prijs op dit ogenblik als je zeg maar certificaten koopt en verkoopt? Ja, het is iets boven de 20 euro per ton CO2. En dat zouden we natuurlijk heel graag. Dat moet gewoon naar het dubbele en zo. Maar als je nu kijkt naar CCS, het opbergen in de grond, op welke van prijzen zit dat nu ongeveer? Ja, hangt een beetje vanaf. Kan volgens het berekeningen van het IEA zijn maar 50, 60. Factor 4 keer zoveel als de huidige prijs. Dus daar moet nog wat. De prijs moet naar beneden, maar dat spul moet gewoon omhoog gaan. Ja. En het is altijd wel goed om in besparing te kijken. Wat kost het per bespaarde ton CO2? Daar wordt altijd met elektrische auto's ook naar gekeken. Dat is veel meer. Dan heb je al 200 euro per bespaarde ton CO2. En sommige mensen die berekenen nog veel meer. Even dan gaan we terug dichter bij huis. Europa. Hoe belangrijk vindt Europa zeg maar waterstof? Ja, het is duidelijk dat Europa en de Europese Commissie dat ontdekt heeft nu. Dat als je denkt zeg maar, aan de lange termijn strategie voor klimaat in Europa, dus naar 2050 toe, in feite praat je over een volledige decarbonisering van de Europese economie. Dan ontkom je niet aan dingen als waterstof, met name dus opnieuw voor die moeilijke sectoren als de industrie, zwaar transport, opslag, lange termijn. Die hebben dat nu duidelijk ontdekt. Dus ik verwacht dat de nieuwe Europese Commissie hier zwaar op zal gaan inzetten. Dus je gaat er steeds meer over horen dat ook in Europa dit gaat gebeuren. En Nederland, mag ik wel zeggen, loopt daar toch behoorlijk in voorop op dit moment. Ja.
Oké, dus we gaan er zwaar op inzetten. Wat zijn de leukste projecten in Europa? We gaan echt naar Nederland hoor. Uiteindelijk komen we in Nederland. Hij heeft een paar hele leuke projecten daar. Wat zijn er nou leuk? Wat zijn interessante projecten in Europa? Je had het over Zweden, over met groene stroom, zeg maar, waterstof, staal maken. Ja, dat noemen ze zeg maar het groen staalproject. Hybrid heet dat. Heel interessant project. Vattenfall en ook de, zeg maar, de Zweedse staalfabrikant is daarmee bezig. En is best wel dichtbij. Dus die willen al in de komende jaren eigenlijk de eerste pilot, kleinschalig natuurlijk nog, om te kijken hoe ze eigenlijk volledig CO2-vrij kunnen produceren. En dat doen ze. Of in feite in te zetten als een totale vervanging van kolen in het hele productieproces en gas. Ja. Dus dat is dat is ongeveer wel. Als je dat kan, staal en dan nog beton, als we dat dan ook nog een beetje daarmee kunnen maken, dan hebben we wel de grote dingen te pakken. Want dat is toch wel gauw 20% van de hele Nederlandse energievoorziening. Als je die qua energie met waterstof zou kunnen doen, die we dan ook gewoon prima zouden kunnen importeren. Dus op de manier van bruinkool en CCS en dat soort dingen. Ja. Nee, absoluut. Of van Ad van Wijk lekker in een woestijn, een heleboel zonnepanelen en dan daar waterstof maken en dat importeren. Je ziet dat echt gewoon zitten dat wij in Rotterdam of in Amsterdam grote hoeveelheden waterstofschepen zeg maar over 30 jaar hebben die een flinke hoeveelheid energie hier binnen walsen. Ja, ik acht het volledig mogelijk. Heel goed trouwens dat de haven van Rotterdam, moet ik er echt bij zeggen, daar absoluut naar aan het kijken is. Dus die zijn wel degelijk aan het kijken, zowel aan projecten binnen zeg maar het complex van de Rotterdamse haven met electrolyzers, de zogenaamde, dus die productiefaciliteiten om dan groene waterstof te maken. Ja, komt een mooie grote 20 megawatt versie van de wie bouwt dat ding daar? Dat is in het noorden, in Delfzijl. Oh ja. Dat is Nourion met BioMCN en GasUnie. Heel interessant project. Dus in het noorden gebeurt heel veel. Engie is daar ook aan, aan het investeren. Equinor. Andere grote spelers die veel belangstelling hebben. En in de haven Rotterdam ook. En bij Tata Steel natuurlijk ook. Dus er zijn echt, als je kijkt naar Europa, zijn de meest interessante industrieprojecten, behalve dan het project wat ik noemde over Zweden, die zijn eigenlijk, vinden allemaal in Nederland plaats.